Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die nu of op een later moment verbonden zijn, welkom in deze dienst. Ook vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing voor vanmiddag is uit Psalm 77 in zijn geheel. De brief van Paulus aan de Romeinen hoofdstuk 8, de versen 18 tot en met 30. En 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 7. Dit alles naar aanleiding van de Heidelberger Catechismus. De zondagen 9b en 10. Thema van de preek luidt Gods voorzienigheid en ons lijden. Al mededelingen namens de kerkraad. Er worden twee collecten gehouden voor de slotzang. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door het zingen van de voorzang Psalm 119, vers 53. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten wij van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen,
Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 146, daarvan het eerste en het derde vers, Psalm 146, vers 1 en 3. We mogen de drie enige naam van die God belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we willen in aansluiting daarop zingen uit Psalm 99, het 8e vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader,
de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij bidden om de opening van het woord en de aanwezigheid van de Heilige Geest daarbij. Heere, tot u heffen wij onze ziel op als we tot u naderen in het gebed. U bent een God vol van heiligheid. Uw wegen zijn hoger dan onze wegen en uw gedachten zijn zo veel hoger dan onze gedachten. Heere, zo zullen we in deze dienst ook over u horen. Als een God die we niet kunnen narekenen of ter verantwoording zouden kunnen roepen. En toch, Heere, nodigt u ons allen uit om hier bij u te komen in uw huis, waar uw woord open ligt. Want Heere, u wilt ons vertroosten, u wilt ons bemoedigen. Ja, u wilt ook als we in de smeltkroes van het lijden heen en weer bewogen worden, ons hoop geven, ons zicht geven op uzelf en op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, wilt u dat vanmiddag ook doen als we uw woord mogen lezen en dat ook mogen onderzoeken in deze leerdienst aan de hand van de belijdenis. Wij danken u, Heere, om de rust en de vrede waarin we samen kunnen komen ook vanmiddag. En wilt u met uw Heilige Geest dan door de rijen heen gaan? Heer, u weet, u kent onze vragen en onze moeite. U kent ook ons geloof, u kent ook onze hoop, als we dat mogen bezitten. We danken u daarvoor, Heere, als dat zo is. Maar geef dat we allen, wie we ook zijn, en hoe het ook met ons is, in geestelijk opzicht, dat we bij u mogen terechtkomen aan uw voeten, Heere Jezus. Om ziende op u ook te leren en zicht te krijgen op de weg die u met mensen gaat. Heere, kom met uw Heilige Geest dan in ons midden bij de opening van uw woord. En laat uw woord krachtig tot ons mogen spreken.
Wij danken u, Heere, dat we dat in vrijheid kunnen doen. We willen u bidden, Heere, of u ook met uw koninkrijk wil zijn in deze wereld. Op alle plaatsen waar uw kerk samenkomt. Heere, laat uw koninkrijk mogen worden uitgebreid. Over het rond van deze aarde. Wilt u ook werkers geven in uw koninkrijk, Heere? Op al die plaatsen waar de velden wit zijn om te oogsten. Heere, wilt u ze roepen en wilt u ze toerusten en uitzenden. Opdat ook zo uw evangelie mag voortgaan en de verkondiging daarvan mag voortgaan tot aan de uitersten der aarde, zoals u zelf ook bevolen hebt. Heere, wij bidden u of u met een ieder van ons wil zijn. Als we een taak in deze dienst hebben, Heere, rust ons ook dan toe. Wilt u woorden geven om uit te spreken, ook aan uw dienaar. Heere, wilt u zijn met degene die een taak hebben ten opzichte van de kinderen. Heere, wilt u hen ook uw zegen geven. Hoort u zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij willen vanmiddag drie gedeelten lezen. We lezen eerst Psalm 77 en vervolgens zingen wij Psalm 69, vers 6. En daarna lezen we de overige twee gedeelten uit Romeinen 8 en 1 Petrus 1. Maar eerst dus Psalm 77, waarna we zingen Psalm 69, allereerst dus alleen het zesde vers. We mogen vanmiddag nadenken over Gods voorzienigheid en ons lijden vanuit zondag 9 en zondag 10... En vandaar ook dat ik vanmiddag drie gedeelten met u lees, omdat we ook de Bijbelse boodschap, wat de Bijbel ons over deze dingen leert, ook naar voren wil brengen. En daar mogen we ons ook door laten leren. Psalm 77, voor de koorleider over Jeduten van Asaf, een psalm. Mijn stem klinkt tot God en ik roep. Mijn stem klinkt tot God en Hij zal mij aanhoren. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was 's nachts uitgestrekt en verslapte niet. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik. Peinsde ik, dan bezweek mijn geest. U hield mijn ogen wakend, ik was verontrust en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. 'S nachts peinsde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? Komt aan zijn toezegging een einde van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij zijn barmhartigheid door toorn afgesloten? Toen zei ik, dit krenkt mij. Maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost. De nakomelingen van Jacob en van Jozef. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u. Ze beefden. Ook de diepe wateren sidderden, de wolken goten water uit, de hemel gaf geluid, ook vlogen uw pijlen overal heen. Het geluid van uw donder klonk in het rond, de bliksemflitsen verlichten de wereld, de aarde sidderde en beefde.
Uw weg was door de zee, uw pad door grote wateren, en uw voetstappen werden niet bekend. U leidde uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aaron. De tweede schriftlezing vindt u in Paulus' brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vanaf vers 18 tot en met 30. Romeinen 8, vanaf vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop, immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als we hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. De laatste schriftlezing vindt u in 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 7. En na het lezen daarvan zingen we uit Psalm 69 het zevende vers. 1 Petrus 1, vanaf vers 7.
vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, zoals het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Tot zover. Psalm 77, vers 2, 6 en 7 mag ons antwoord zijn op de verkondiging van het woord. En dat doen we vanmiddag aan de hand van zondag 9 en 10 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 9 was ook vorige week al aan de beurt van behandeling. Toen hebben we geluisterd naar wat het betekent dat we God mogen belijden als de Vader. En nu willen we vanmiddag dus met name de nadruk leggen op het tweede gedeelte van zondag 9 en ook zondag 10.
Wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde? Het antwoord luidt dan dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat daarin is uit niets geschapen heeft, en deze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. En ik vertrouw daarom zo op hem dat ik niet twijfel of hij zal zorgen voor al wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit moeitevolle leven toedeelt voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Maar dan vraagt zondag 10, wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? En het antwoord luidt dan de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van belang te weten dat God alles geschapen heeft en ook door zijn voorzienigheid in stand houdt? Om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst een goed vertrouwen te hebben op onze getrouwe God en Vader. In de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Tot zover de Heidelberger Catechismus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zo luisteren we dus vanmiddag naar zondag 9 en zondag 10. En als we dat zo lezen vanmiddag, dan kan het best zijn dat deze zinnen, als je er eens wat over doordenkt, toch wel wat vragen bij u oproepen. Ik weet nog dat in mijn vorige gemeente deze zondagsafdeling aan de beurt was, toen we juist in de week daaraan voorafgaand een jonge man van half in de 30 hadden moeten begraven. Hij was omgekomen bij een ongeval. Maar in diezelfde week, en dus ook op diezelfde zondag in de dankzegging, dankten we voor een ander jong iemand die ook in die week een ongeval was overkomen, maar daarbij wonderlijk gespaard was. En als je dan leest wat hier gezegd wordt, gemeente, ja, dan komen wel de vragen boven. Want als we zeggen dat de Heere God onze Vader is, een machtige hemelse Vader, zo mogen we hem belijden, die voor al zijn kinderen zorgt en die heel de schepping in zijn machtige hand houdt en regeert, doet hij dat dan wel goed? Wat voor een vader is hij eigenlijk? We hebben daar vorige week bij stilgestaan dat we God als de Vader mogen belijden. We hoorden dat we hem zo mogen kennen omdat Jezus Christus, Gods Zoon, hem zo heeft geopenbaard allereerst. En hij is de Vader van zijn schepping, zo hoorden we. Hij heeft alles geschapen. En als je naar die schepping kijkt, dan mag ons dat ook tot verwondering brengen. Verwondering over de macht en de majesteit van deze hemelse God en Vader. En ze hoorden, die machtige schepper wil nou omwille van zijn Zoon, Jezus Christus, ook uw en mijn Vader zijn. Hij wil ons tot kinderen aannemen. En wat is dat bijzonder, gemeente, want zo zegt zondag 9 het dan in het vervolg, dat hij onze God en Vader wil zijn. Dat betekent nou dat je erop mag vertrouwen en dat je er niet aan hoeft te twijfelen
dat hij zal zorgen voor alles wat je lichaam en je ziel nodig hebben. Dat is de belijdenis van zondag 9 en ook van zondag 10. Zo mogen we die God en Vader leren kennen in zijn Zoon, de Heer Jezus. Zo mogen we ons ook in zijn hand weten, onder zijn hoede weten. En zelfs het kwaad, wanneer je leven door de moeite heen gaat, zelfs dat zal hij zo gebruiken dat het je toch ten goede komt. Want zo besluit zondag 9, hij kan dit doen als een almachtig God. Een almachtig God, dat is die God van de schepping, die alles geschapen heeft, uit wiens hand alles voortkomt, wat leeft en beweegt. Een machtig God, en hij wil het ook doen als een getrouw vader. Want een vader wil voor zijn kinderen zorgen immers. Een echt goede vader. Aardse vaders kunnen soms geen goede vaders zijn. Maar hij, een alleen maar goede vader. En gemeente, dan gaat vervolgens zondag 10 daar verder op in. En de Heere leidt dus ons leven. Hij regeert ons leven. Dat noemen we dan Gods voorzienigheid. Hij voorziet erin, hij zorgt ervoor, betekent dat. Op zo'n manier, zegt zondag 10, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. Ja, alle dingen. Ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Maar gemeente, dan moeten we toch even halt houden. Want klopt dat nou? Het geloof in deze God en Vader, die in alle dingen trouw voorziet. Kijk gemeente, als het je goed gaat in het leven, dan zult u dat misschien wel mee kunnen beleven wat hier staat. Dan zeg je ja, dat is allemaal van God afkomstig. Overigens, dan is het ook een groot gevaar dat we hem erbij vergeten. Om nou in voorspoed dankbaar te zijn. Antwoord 28. Ja, dat zijn we ook lang niet altijd. Dan vinden we het al zo snel weer vanzelfsprekend. Maar als je nou in tijden van tegenspoed verkeert, hoe zit het dan? Gemeente, laat ik u een verhaal vertellen om het wat concreet te maken. Een verzonnen verhaal, maar het is vast wel heel dicht bij ons. Het verhaal over Bart en Esther, vader en moeder van Femke, en toen Femke 3 jaar oud was, toen werd er bij haar een ziekte ontdekt. Een zeldzame ziekte. En er was een behandeling, maar op voorhand was al wel duidelijk dat het heel spannend zou worden allemaal. En Bart en zijn vrouw die baden veel voor hun dochter. Ook in de gemeente waar ze kerkelijk betrokken waren, daar werd veel gebeden. En in het begin sloeg die behandeling ook goed aan. En daarvoor werd gedankt, totdat een half jaar later opeens heel snel bergafwaarts ging. En uiteindelijk stierf ze, 3 jaar oud. En toen kwamen de vragen bij die ouders. Als God nou zoiets doet, nee, als hij zoiets toelaat, kun je dan nog wel in hem geloven? Femke was nog maar 3. Niks verkeerds gedaan, zo zeiden de mensen. En dat verdiende Bart en zijn vrouw toch ook niet, zo werd er gezegd. Nou gemeente, daar heb je het probleem. We noemen het met een moeilijk woord de theodicee, de godsvraag, de vraag naar God en het lijden, zijn voorzienigheid en het lijden. En kort gezegd gaat het dan eigenlijk om 2 dingen. Om Gods macht en om Gods goedheid. Als God nou goed is en zo openbaart hij zich aan ons, dat hij een goede God is, een God vol van goedgunstigheid, vol van genade. Dat hij zo'n vader is, waarom gebeuren er dan van die vreselijke dingen? Een echt goede vader, die heeft toch alleen maar het goede voor met zijn kinderen. En gemeente, nou zou God wel die goede vader kunnen zijn en blijven,
Maar dan zal het dan wel zo zijn dat hij niet ook almachtig is, dat hij niet boven alles staat. Want dan is hij toch vast niet bij machten om al dat lijden bij ons weg te houden. En ervoor te zorgen dat het er niet meer is. Gemeente, dat lijkt van tweeën één. Of God is machtig. En dat betekent dat hij het lijden weghoudt. In ieder geval bij zijn kinderen. En het liefst ook bij de hele wereld, bij zijn hele schepping. Of aan de andere kant, God is niet alleen maar goed. Hij is niet alleen maar de bron van het goede, maar dan ook de bron van het kwade. Nog anders gesteld, of God wil het kennelijk niet, dat er alleen maar goede dingen zijn, maar dan is die vast ook niet volkomen goed. Of hij kan er niks aan doen, dat al dat lijden er is. En dan is hij niet almachtig. En u voelt wel aan, gemeente, dat het daar gaat wringen. En op verschillende manieren kun je ermee in aanraking komen. Dat kan heel persoonlijk in uw eigen leven. Dat die vragen bij je naar boven komen. En misschien zit u er vanmiddag ook wel middenin. Komt het heel dicht bij je hart, die worsteling. Heere God, waarom nou toch? Waarom moest dit nou gebeuren? Waarom neemt u mij dit af? Waarom treft het nou juist hem of haar? Wij begrijpen soms zo weinig van Gods wegen, gemeente. En dat kan de vraag bij je boven brengen, is die wel wie die zegt te zijn? Die goede en machtige God en Vader. Maar je kunt het ook op een wat meer afstandelijke manier tegenkomen. Mensen die kunnen daar ook in vastlopen. Er zijn heel wat mensen die deze dingen ook naar voren brengen als je vraagt waarom ze niet in God geloven of waarom ze daar helemaal niet mee zich mee in willen laten, dan zeggen ze, ja, als er nou zoveel lijden is in de wereld, dan kan God toch ook niet bestaan. Hoe kan dat? Als ik het journaal aanzet en ik zie al die rampen die zich voltrekken, en de slachtoffers die gemaakt worden, en ik zie hoe er misbruik wordt gemaakt van mensen, en de daders gaan nog vrij uit ook. Al dat onrecht. Waarom gebeurt het? En daarom, gemeente, wil ik met u vanmiddag nou eens langsgaan hoe de Bijbel spreekt over het lijden. En of het inderdaad zo is dat die vraag naar dat lijden je eigenlijk wegvoert bij God vandaan. Of zou het je misschien juist bij hem kunnen brengen? Opdat we, zo zegt antwoord 28, in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn. En dat we voor de toekomst een goed vertrouwen hebben dat Hij, de Heere God, ook u en jou zal leiden. En dat je nooit uit zijn hand zult vallen. Ja, dat Hij alles in je leven leiden zal. En dat je, ook al begrijp je het niet, je het toch mag weten. Maar Hij brengt me naar zijn doel. Waar Hij me toe geroepen heeft. Waar Hij me voor bestemd heeft. Namelijk dat je in mag gaan in zijn heerlijkheid en eenmaal mag wonen op een nieuwe aarde waar geen kwaad en ellende nog is. Meent u, dat zijn heerlijke dingen om te mogen geloven en om je aan vast te houden, maar vanmiddag zetten we er het vraagteken van de aanvechting achter. Zoals je het ook tegenkomt in Psalm 77, die dichter Asaf. Hij wordt aangevochten en dat is maar niet omdat hij het moeilijk heeft alleen maar met zijn omstandigheden. Nee, gemeente, hij heeft moeilijk met zijn God. Vers 4, dacht ik aan God, dan kermde ik. Zo is het met hem gesteld. Als hij aan God denkt, dan kan hij niet slapen. Dan ligt hij er wakker van. U houdt mijn ogen wakend. En het snijdt hem door zijn ziel. Die vraag van vers 8, zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten? Ja, daar lijkt het op. Zou hij voortaan niet meer goedgezind zijn, houdt zijn goede tierenheid voor altijd op en komt aan zijn toezegging, zijn belofte een einde van generatie op generatie. Daar kun je mee zitten, gemeente. En als u nou vanmiddag misschien denkt, die gedachte mag je toch eigenlijk helemaal niet hebben. Is de Heere God wel goed? En is die wel almachtig? Als u vanmiddag misschien denkt dat u die worsteling, dat je die vragen maar snel weg moet doen.
En daar verder niet mee bezig moet houden, omdat het je misschien al te zeer in verwarring zou brengen. Gemeente, weet dan dat er zoveel psalmdichters zijn. Niet alleen die van 77 Asaf, maar zoveel psalmdichters. Die ermee hebben geworsteld. Jawel, voor het aangezicht van God en voor zijn troon. Biddend. Maar ze hebben ermee geworsteld. En we hoeven die vragen dus niet zomaar weg te doen. Maar je mag ze uitschreeuwen tot de Heere. Heere, waar bent u toch met uw vaderlijke goedheid en met uw macht? En gemeente, voor ik dan op die vraag inga, eerst nog dit. Nou is er één gevaar vanmiddag. Dat moeten we ons maar realiseren. En dat is dat u wordt als die vrienden van Job. Die kent u misschien wel. Job die op een kwade dag alles kwijtraakt. Hij was rijk, hij had veel kinderen, hij was ook rechtvaardig, vroom en oprecht voor Gods aangezicht. Maar dan op een dag wordt hem alles afgenomen, hij raakt alles kwijt, zelfs zijn gezondheid. En dan komen zijn vrienden naar hem toe en eerst zitten die 7 dagen lang zwijgend bij hem. En dan gaan ze praten. En dan gaan ze allerlei redenen zoeken waarom Job zo moet lijden. Redenen die Job helemaal niet troosten. Die hem alleen maar dieper doen beseffen hoe raadselachtig het is. Dat nou hem het kwaad treft. En ook op deze manier, terwijl die God toch kent als een rechtvaardig en een goeddoend God. En die vrienden van Job die komen er daarom ook niet zo goed vanaf. Want ze denken te weten hoe het zit. En ze praten van buitenaf op Job in. En ergens, gemeente, raken ze hem kwijt in de diepte van dat lijden. Juist doordat ze het proberen te begrijpen en proberen te beredeneren. Ze raken hem kwijt. Dat gevaar is er ook vanmiddag. Dat zeg ik u maar op voorhand. Het zal niet zo moeten zijn, gemeente, dat we straks de kerk uitgaan en zeggen, nou weet ik hoe het zit. Nou kan ik het voor mezelf verklaren, maar zeker ook voor die broeder of zuster, waar ik wel eens zo'n gesprek mee heb gehad, die ook zo worstelt met deze dingen, en dat u dan naar zo iemand toe zou gaan en zegt, ja, maar hier en hier is het om. Gaat u maar gewoon bij zo iemand zitten. En dan samen bidden. En worstelen voor het aangezicht van God. Maar nou hoop ik toch iets vanuit de Bijbel aan te mogen reiken vanmiddag. Van wat het lijden in Bijbels licht nou eigenlijk is en hoe je ermee om mag gaan. En dat als die vraag ook gesteld wordt door een collega of door iemand in je omgeving, je familie misschien, van hoe kan het nou dat God bestaat als er zoveel lijden is, dat we dan iets meer kunnen zeggen dan, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. We mogen vanmiddag iets leren en ik wil dat doen in 7 punten. Als u een handreiking hebt gepakt, dan kunt u ze meelezen. Anders kunt u dat straks ook nog na afloop doen. Het eerste is dit, er is lijden in de wereld, omdat de zonde in de wereld is gekomen. Kijk, God is niet de auteur van het kwaad. Hij is niet degene die ervoor gezorgd heeft dat er kwaad is. Toen hij de wereld schiep, gemeente, toen schiep hij die wereld volkomen goed. Dat paradijs waar die Adam en Eva een plek in gaf, het was helemaal goed. Daar mochten ze wonen. En gemeente, dat het helemaal goed was, dat kon hij, die schepper, ook beoordelen. Want dat moet u erbij bedenken. Adam en Eva die kenden in het paradijs niet het verschil tussen goed en kwaad. De Heere God die had hen gezegd dat er zoiets bestaat als het kwaad. Want 1 boom in het paradijs, daarvan had hij gezegd, daarvan mag u niet eten. Want dat is de boom van de kennis van goed en kwaad. Daar mochten ze niet van eten om zo te laten zien, wij willen de Heer als onze schepper eerbiedigen. Wij willen onze liefde en ons ontzag voor hem als schepselen, voor zijn aangezicht, laten zien en betonen door zijn instelling, zijn wet te eerbiedigen. En daarom eten we niet van die ene boom. Maar toen kwam dat moment dat ze dat toch gingen doen. Ze kwamen tot zonde, ze werden ongehoorzaam. En toen maakten ze opeens kennis met die andere kant, met het kwaad.
En het was er meteen. Heel klein en op het oog misschien onschuldig. Want ze ontdekten dat ze naakt waren. En ze bedekten zich voor elkaar. Schaamte als vorm van kwaad. Van lijden zou je kunnen zeggen. Maar het werd al heel snel ook heel groot. Een broedermoord. Kaïn slaat Abel dood. En de toon is gezet. Het lijden en de dood is in de wereld gekomen als gevolg van en als straf op de zonde. En gemeente, dat is dan dus allereerst een klein stukje van een antwoord. Waarom is er lijden in de wereld? Nou, dat is omdat wij mensen het kwaad liever hebben gekozen, de duisternis liever hebben dan het licht. En dat we niet bij de Heere zijn gebleven, maar hebben gekozen tegen hem. Hem niet hebben eerbiedigd. In Romeinen 3 vers 10 staat dat daarmee alle mensen zondaren zijn. Ook in uw en mijn hart huist niet langer het goede, maar het kwade. En niemand in de wereldgemeente die kan zich daaraan onttrekken. Al is het zo dat de Heilige Geest je wil leren om te strijden tegen het kwaad en tegen de zonde. Maar dat is een strijd. Een levenslange strijd. En dat brengt ons ook bij het tweede. Er is lijden omdat mensen zondigen en tot zonde komen. Want gemeente nu heeft heel veel pijn en lijden dat mensen moeten meemaken. Te maken met andere mensen die hen dat aandoen. Mensen kiezen voor zichzelf en ook ten opzichte van anderen voor de zonde. En dat heeft gevolgen. Kijk gemeente, wanneer iemand bijvoorbeeld jarenlang drugs heeft gebruikt of allerlei schadelijke middelen, waarvan je weet dat dat bijzonder slecht is voor je gezondheid, en zo iemand wordt dan op een zekere dag ziek, dan is het natuurlijk wel een beetje merkwaardig om je dan af te vragen, waarom doet de Heere God dit? Waarom laat hij dit gebeuren? Om dat als het ware hem te verwijten. Want als je ziekte rechtstreeks te herleiden is tot een slechte gewoonte die je hebt, dan is het niet passend om daarbij de Heere ter verantwoording te roepen. Het heeft te maken met de keuze die je maakt. En zeker iemand die verslaafd is bijvoorbeeld, die komt daar ook niet zomaar vanaf. Dat ligt ingewikkelder natuurlijk, dat snap ik wel. Maar niettemin, er is een verband tussen het gedrag en de gevolgen daarvan. En dat geldt ook voor de keuzes die mensen maken ten opzichte van anderen. Als bijvoorbeeld een dictator zich tegen zijn eigen bevolking keert en die bevolking uitbuit voor zijn eigen gewin en dat met allerlei gruwelijkheden gepaard gaat. Vele mensen lijden eronder, gemeente, is dat dan de Heere te verwijten? Of is het zondige hart van zo'n dictator en van de mensen om hem heen? De zonde leeft in ons hart. En dat heeft lijden en ellende tot gevolg. En dan het derde, er is lijden omdat we in een zondige wereld leven. Want gemeente, nou is dat niet alleen in mensen zo, dat die zonde daar woont en huist. Dat is ook in heel de schepping zo. Er is lijden in de wereld dat niet veroorzaakt wordt door mensen. Denkt u bijvoorbeeld aan natuurrampen. Ook daar heeft soms menselijk gedrag zijn invloed. Maar hoe komt nou dat lijden er is? Nou zegt de Bijbel, dat is omdat je leeft in een in zonde gevallen wereld. Het zit ook in de structuren van ons bestaan, van de schepping. Zo diep reikt de zonde. God zag dat het allemaal goed was in het paradijs. Maar nu ziet hij, en nu zien wij, dat het helemaal niet goed meer is. Die prachtige zee die hij schiep, die verandert soms in een vreselijke tsunami. En die prachtige zon aan de hemel, die veroorzaakt droogte en hongersnood. En dat zal er altijd zijn en blijven,
Want gemeente, wij leven niet in een maakbare wereld die uiteindelijk wel een keer door alle technologische vooruitgang zal afrekenen met het kwaad en de dood. Nee, tot aan de wederkomst, zo schrijft Paulus, zal de schepping zuchten. Zuchten als in barensnood. Maar dan ook het vierde. God gebruikt het lijden. Want gemeente, hoe gaat de Heere daar nou mee om? Met die zondige mensen en die in zonde gevallen schepping. Je zou kunnen zeggen, hij kan er toch wat aan doen. Hij is toch machtig genoeg om met een vingerknip al die ellende weg te nemen. En te voorkomen en te genezen. Nou, dat zou de Heere inderdaad kunnen doen, gemeente. Hij is almachtig. Maar kijkt u maar naar Jezus. Die heeft het ook gedaan. Hij gaat genezend en helend rond in Israël. En hij spreekt zijn woord. En blinden kunnen zien. Doven kunnen horen. Verlamden kunnen lopen. Ja, zelfs doden staan op. Maar waarom doet God dat nou niet altijd? Waarom heeft ook Jezus dat niet altijd gedaan? Want dat is zo, hè. Jezus die heeft niet iedereen genezen in zijn tijd. Dat blijkt in het boek Handelingen bijvoorbeeld. Want daar staat dat er iemand bij de tempelpoort zit, een verlamde man die er al heel lang zat. Was Jezus hem net telkens misgelopen? In die 3 jaar dat ook Jezus de tempel inging en weer naar buiten ging? Had hij niet gezien daar bij de tempelpoort? Of had die man misschien geen geloof gehad? Niet voldoende geloof? En is dat eigenlijk een voorwaarde om genezen te kunnen worden? Nee, gemeente. Jezus had hem toch op kunnen zoeken. En hij had het geloof toch in zijn hart kunnen werken. Want zo is het toch. Het is toch God zelf die het geloof in je werkt? Dat verzin je zelf toch niet? Dus waarom doet de Heer dat nou niet altijd? Waarom bandt hij niet in 1 keer het lijden uit? Nou gemeente, dat zal hij doen. Want niet voor niks is Jezus gestorven aan het kruis en de diepte van het lijden ingegaan. Dat is gemeente om de wereld te bevrijden van alle zonde en dood. Alle ellende die mensen treft, want hij is ook opgestaan. We hebben het gelezen in die eerste Petrusbrief. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop. Tot mensen waarin de hoop leeft, om Christus wil. Omdat hij stierf voor de zonde en ook is opgestaan. Gemeente, de Heer Jezus is nou het diepste lijden ingegaan. Ja, zelfs het lijden van het door God verlaten worden. Opdat hij ons daarvan zou verlossen. Opdat heel de schepping eenmaal verlost zal worden. Uit de macht van zonde en dood. En gemeente, als u dan tot de Heer Jezus bidt. Dan vindt u in hem een lotgenoot. Kan soms helpen als je iets naars hebt meegemaakt, iets ingrijpends, om in gesprek te raken met andere mensen die datzelfde hebben meegemaakt. Dan is er altijd heel veel herkenning en dat helpt. Gewoon alleen maar door erover te praten, nog zonder dat je dan allerlei goed bedoelde adviezen zou geven, maar gewoon door erover te praten met elkaar. Lotgenotencontact heet dat. Nou gemeente, als u in uw gebed u tot de Heere Jezus richt, met al uw lijden en al uw vragen en al uw aanvechting. Met je pijn en verdriet. Dan spreekt u niet met iemand die er niks van af weet. Dan spreekt u met iemand die er alles van af weet. Want hij is geworden zoals wij. En hij weet het precies. Hij heeft hetzelfde doorleden. En zo is er in hem hoop, gemeente. En nu is het zo dat de Heere God er nog mee wacht om dat in zijn volle heerlijkheid te laten komen. Hij wacht nog met de wederkomst. Waarom?
Ja, dat weten we niet. Maar in ieder geval kun je zeggen dat hij ondertussen het lijden gebruikt, zoals antwoord 27 het zegt, dat ook die droogte en ook die onvruchtbaarheid en ook die ziekte en ook die armoede, dat dat toch in Gods vaderhand ligt. Ook al komt het niet bij hem vandaan, is hij niet de auteur daarvan, de veroorzaker daarvan. Ook al zijn het dingen die bij het duister horen en bij het rijk van de duisternis. Gemeente, toch is de ruimte daarvan niet onbeperkt. Want het geloof zegt, en toch ligt het allemaal in zijn hand. Hij stelt paal en perk en eenmaal neemt hij het volkomen weg. Soms gebruikt de Heere het lijden. En zie je het ook. Maar waarvoor gebruikt hij het dan? Nou, voor het volgende. Dat is punt 5. God gebruikt het lijden om ons te laten verlangen naar hem. Niet toevallig, gemeente, dat Petrus in zijn brief voor het geloof vooral het woordje hoop gebruikt. Hopen. Verwachten. En in Romeinen 8 is het een rijk halzend verlangen naar de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Weet, het lijden van deze wereld en het lijden in ons leven, dat begrijpen we niet. We kunnen niet snappen waarom het nou die een wel en die ander niet treft. Die ene jongen die omkwam bij het ongeluk. En die andere jonge man wiens auto totaal los was. Maar zelf kwam die er goed vanaf. Waarom? Dat weten we niet. Dat is voor ons verborgen. Het is soms onnavolgbaar, gemeente. U kent misschien wel dat verhaal van Corrie ten Boom. Ik geloof dat ik het ook al eerder heb genoemd. Die samen met haar zus Betsy in de Tweede Wereldoorlog in concentratiekamp Ravensbrück gevangen zat. En het daar heel slecht had. Zoveel te lijden had. En Corrie die kreeg vragen. Waarom toch? Hoe kon de Heere God het nou laten gebeuren? En toen begon Betsy te vertellen. Corrie, weet je nog, dat borduurwerk dat altijd bij ons thuis aan de muur hangt. Met op de voorkant een prachtig geborduurde gouden kroon in allerlei prachtige kleuren. Maar als je hem omdraait en je ziet de achterkant, ja, dan zie je niks meer van het patroon. Dan is het een wirwar van draden. Nou, zei Betsy, zo is het nou ook met ons leven. Soms snap je er niets van. En zie je niet de bedoeling ervan. Maar dat komt omdat we tegen de achterkant aankijken. Terwijl de Heere God de voorkant ziet. Voor ons een wirwar van gebeurtenissen en ellende, maar voor de Heere toch een samenhangend geheel. En we mogen erop vertrouwen, gemeente, dat hij weet wat hij doet, ook al begrijpen we hem niet. En zo kijkt ondertussen die schepping rijkhalzend uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Romeinen 8 vers 19. En de Heilige Geest doet je verlangen en hopen op iets beters. En om Christus wil, gemeente, hebben we wat te hopen. Hebben we uit te zien. Er is hoop. Hoop die het verdriet en de pijn niet minder maakt, maar je wel kracht geeft om het te kunnen dragen. Achter de Heere Jezus aan, die door de dood is heen gegaan en ook is opgestaan. Want dan nog iets. Gemeente, God gebruikt het lijden nou ook om dat geloof te beproeven. Nogmaals, dat is niet de reden dat het er is. Maar dat is wel waarop de Heer het soms gebruikt. Om je geloof, je vertrouwen op hem juist sterker, puurder te maken. Met die woorden van 1 Petrus, vers 7. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn
tot lof en eer en heerlijkheid. Wanneer? Nou, bij de openbaring van Jezus Christus. Zoals metaal in het vuur wordt beproefd, wordt gezuiverd en wordt gevormd. Weet je, zo moeten wij soms ook het vuur van het lijden in, de beproeving in om gevormd te worden, om puurder te worden in ons vertrouwen en verlangen naar de Heer. En gemeente, dan moeten we dus af van de gedachte dat de Heer ons in de Bijbel een probleemloos leven belooft. Jongelui, als je denkt dat het is wat geloven met zich mee zou brengen, dan heb je het mis. De Heer die belooft ons niet dat als we nou maar op Hem vertrouwen, dat het verder over rozen gaat. Hij belooft wel dat Hij bij je is, in de beproeving. Dat je je aan Hem vast mag houden, tot Hem de toevlucht mag nemen. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn, zegt de Heer. Door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Dan ga je er met moeite doorheen. Maar Hij gaat mee. Met de moeite, het lijden, de zorgen, we mogen het in Gods hand leggen. En hoe diep ons lijden ook is, de Heer Jezus, die weet er vanaf. Ja, zelfs om bij ons te kunnen zijn en naast ons te kunnen staan, is Hij de dood ingegaan. Om je zelfs daar bij de hand te kunnen pakken, opdat Hij zijn kinderen thuis zou halen. En dan tenslotte nog dit. Want hoe mag je nou omgaan met het lijden dat je treft of dat anderen in je omgeving treft? Ik wil u nog meenemen naar een andere tekst uit de Bijbel. We hebben hem niet gelezen, maar 1 Petrus 4 vers 13. Daar staat deze wonderlijke tekst. Verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Dus dat betekent blij zijn om te mogen lijden. Nou, dat klinkt ons misschien wel heel merkwaardig in de oren. Maar gemeente, als je nou in jouw lijden iets mag gaan herkennen van het lijden van Christus, als je bedenkt hoe diep Hij heeft geleden, dan ga je iets voelen van de weg die Hij gegaan is. Nog veel dieper dan dat wij Hem ooit zullen hoeven gaan. Want Hij werd daadwerkelijk door God verlaten, opdat wij nimmer door Hem verlaten zouden worden, zegt het avondmaalsformulier. Maar dan mag je ook uitzien naar de verlossing. Want Jezus wegliep uit op zijn heerlijkheid. En dan beneemt het lijden je niet al je geluk en al je leven. Dan brengt het je juist dichter bij die ene. Die je zaligheid geeft. Alleen maar uit genade, doordat Hij overwonnen heeft. En soms maak je het meegemeten. Dat mensen zeggen, het was vreselijk. Het is vreselijk. En toch, het heeft me juist dichter bij de Heere gebracht. En misschien zelfs, en daarom had ik het niet willen missen. En dan is met deze dingen niet het raadsel van het lijden opgelost. Laten we elkaar niet goedkoop en gemakkelijk troosten. Lijk niet op de vrienden van Job gemeente. Maar geef nou ook zomaar zondag 9 en 10 niet prijs. Want als u door de geest van God een kind van Hem bent, als u in Christus tot kind wordt geadopteerd en als u uw vertrouwen stelt op de Heer, u bent in goede handen, in goede vaderhanden. En soms ga je aan zijn hand door de zee heen,
zoals Israël ook door de zee trok. Asaf zingt erover in Psalm 77. En je begrijpt zijn weg niet, uw weg is verborgen. Waarom deze kant op, waarom zo? Maar dan zie je toch, maar hij leidt me. U leidde uw volk als een kudde. En dan is het goed, want de Allerhoogste maakt het goed. Eenmaal volkomen, gelooft u het? Hoopt u daarop? Ziet u er naar uit? Na het zure geeft hij het zoet. Amen.
Laten we danken en bidden. Ja, Heer, schenk ons die genade om in voorspoed dankbaar te zijn en in tegenspoed geduldig. En Heer, dat we een goede hoop mogen hebben voor de toekomst. Omwille van U, Heer Jezus Christus. Dat we aan U denken, ook in de aanvechting van het leven. En Heer, wij bidden U voor hen die dat ook nu ervaren in hun leven, in hun hart. De vragen die bovenkomen. Misschien wel vragen over dingen die al lang geleden gebeurd zijn. Misschien hebben we ze ook wel heel lang weggedrukt. Heer, we mogen ermee voor uw aangezicht komen. Net als Asaf. Waarom dan ook te gedenken, Heer? En dat is de weg die u wijst. U wijst op uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, om dan te gedenken wat u gedaan hebt in hem. Dat u, Heer Jezus, ons in alles gelijk geworden bent, behalve dat u geen zonde gekend of gedaan hebt. En dat als we bij u komen, Heer Jezus, ook met de pijn en het verdriet, met onze boosheid en wrok, met alles, Heer, wat er is, dat u dan naast ons bent. En Heer, dat we op u mogen vertrouwen. En ook dat kruis achter u aan mogen dragen. Heer, schenk ons die genade. En werk met uw Heilige Geest vanuit uw woord, zoals we dat ook vanmiddag hebben mogen onderzoeken op deze dingen. Werk in ons hart en leven, Heer, dat dat mag groeien en mag ontstaan. En we zo tot u de toevlucht nemen. Wij danken u, Heer, dat u ons hier samenbracht. Wij bidden u of u met ons als gemeente ook wil zijn. Wij bidden u voor de vergadering van de kerkenraad morgenavond. Wanneer ook vanuit de klas is er kerkvisitatie zal worden gebracht. Heer, wilt u een goede bespreking geven? We willen u bidden of u wil zijn met een ieder die in deze tijd ook op vakantie is of op vakantie gaat. Heer, wilt u ons dan ook een goede tijd van rust geven en ontspanning om op krachten te kunnen komen? Heer, wij willen u bidden voor al degenen die het moeilijk hebben, die in moeite verkeren. Maar ook voor hen die dankbaarheid kennen in hun hart en blijdschap in u. Omdat u hen zegent, Heer, geef ons dan ook dat dankbare hart. Wij bidden u of u met ons mee wil gaan als we weer naar huis gaan. Zegent u ons op de wegen die we gaan. En wij bidden u ook om uw bescherming en beveiliging in de aankomende week. Heer, u zendt ons uit op de wegen van deze wereld. En geef dat we ook mogen getuigen van de goedheid van uw naam. En Heer, als we ook worden bevraagd op ons geloof. Misschien juist ook wel met die vraag van het lijden. Heer, wilt u ons dan te binnen brengen wat u zegt in uw woord. En dat we goed van u mogen spreken. Heer, wij willen u bidden om vergeving voor al onze zonden. Ook van wat niet goed was in deze dienst. Neemt u het genadig weg. En wilt u naar onze gebeden luisteren en onze dank aanvaarden. Niet omdat er aan onze kant verdienste is. Maar omdat er bij u, Heer Jezus, verdienste is. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen als ons laatste lied met elkaar zingen uit Psalm 121. Ik zie dat ook het eerste vers staat aangegeven, maar ik dacht dat ik alleen het vierde vers had opgegeven. Dus Psalm 121, het vierde vers.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.